Daan Bovenberg, er kwam behoorlijk veel kritiek op NEC afgelopen week. Waarom winnen we niet van die mindere ploegen? Je debuut en die 1-0, hoe beschrijven die? Ja, dat was een heel ongelukkig momentje. Ik denk, dat bedenk je niet. En ja, voor mij pech. Maar goed, ja, die dingen gebeuren. En moet je niet veel eraf laten leiden. Gewoon stoïcijns doorgaan en de draad weer oppakken. Wat gebeurde er in dat duel? Ja, goed. Een kluts op het middenveld. 2-3 keer komt hij er net tussendoor. Een middenvelder die diep gaat aan de zijkant. En die komt in mijn gebied uit. En die schiet op goal. En ja, via mijn been zie ik hem zo de bovenhoek in het halen. En ja, ik kan er niet veel aan doen, denk ik. In de eerste helft probeer je dan toch wel weer het spel op te gaan pakken. Meer aanvallende impulsen. Hoe vond je dat jullie het gedaan hebben in de eerste helft? Nou, we beginnen sowieso dus heel matig. En daarna denk ik dat we dat goed rechtzetten. Maken we 3 goede goals. En is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. En nou ja, goed, in plaats van dat we de tweede helft doorzetten, hebben we daar eigenlijk echt helemaal niks laten zien. Dus, ja, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Dat zijn altijd van die moeilijke dingen om te verklaren. Maar uiteindelijk zat er helemaal niks in. We wonnen de duels niet. We hadden geen rust aan de bal. We konden geen vrije man vinden. Aan aanvallen kwamen we eigenlijk nauwelijks toe. Dus nee, dat was geen beste helft. Ja, we hebben twee natuurlijk dan die 2-3. Ja, op het moment was dat in de wedstrijd voor jullie? Sorry? Hoe was dat moment in die wedstrijd voor jullie, die 2-3? Ja, dat is zeker als hij zo vroeg valt, dan weet je dat ze nog opportunistischer gaan spelen, alles of niks. En in feite geven ze gewoon weer hoop en brengen ze zelf terug in de wedstrijd. De standaardsituatie. En ja, dat is een kwalijke zaak en dat kunnen we onszelf aanrekenen. Ja, dan mag je misschien nog wel van geluk spreken dat uiteindelijk die gelijkmaker niet valt. We hebben twee toch een paar keer goede momenten gehad. Is het dan nog billen knijpen voor jullie tot aan de laatste seconde? Nou ja, bijna wel. Ik denk dat we op een gegeven moment alleen maar aan het verdedigen toe zijn gekomen. Het was tegenhouden en dat was het eigenlijk. En ja, dus blij met de 3 punten, maar ook wel een gemengd gevoel. Ja, precies. Die 3 punten. Soms maakt het niet uit hoe je wint, als je ze maar wint. En dan worden deze er zeker bij, denk ik. Nou, dat is hier het schoolvoorbeeld van, denk ik. Dankjewel.